Ja, Frank, want Amerikaans staatsman en topdiplomaat Henry Kissinger is overleden. Een man met een enorme geschiedenis in de, de wereldpolitiek. Hij mocht er 100 jaar worden. Henry Kissinger, topdiplomaat, voormalig politicus daar in de VS, geopolitiek adviseur. Hij was onder meer minister van Buitenlandse Zaken, ging over de nationale veiligheid daar en had grote invloed op meerdere Amerikaanse presidenten. En daarmee dus ook op de wereldpolitiek, mogen we toch echt wel zeggen. Kissinger ontving in 1973 de Nobelprijs. Prijs voor de Vrede over zijn rol in de onderhandelingen over het vertrek van het Amerikaanse leger uit Vietnam. Die benoeming die ging overigens niet per se zonder slag of stoot. Enkele leden van het comité stapten op omdat uh, zijn rol in een uh, geheime Amerikaanse bombardementen op Cambodja, daar hadden zij wat moeite mee, zo zeiden ze destijds. We vonden ook een fragment uit dat jaar, uit 1973, van de NAVO-top destijds. Dat de Atlantische Alliantie de cornerstone van de Amerikaanse politiek blijft. Maar ik zal ook emphasis dat een nieuw act van vision nodig is. zodat het de cornerstone van onze samenleving kan blijven. Dank u wel. Welke rol heeft Kissinger gespeeld op het wereldtoneel? <coughs> Absoluut de grootmeesterstate tegen tijdens de Koude Oorlog. Opening naar China gedaan. Uh, maar werd ook vaak verweten een gebrekkig moreel kompas te hebben. Hè? Uh, speelde een dubieuze rol bij het steunen van regimes in Zuid-Amerika. Maar uh, ja, hij had wel een fenomenale reputatie. Ik heb hem zelf één keer ontmoet naast, staande naast Richard Holbrooke, de ster-diplomaat van Amerika. Die was drie koppen groter. En, uh, ja, Kissinger was toen, had toen overal columns. Ik werkte toen bij NSC Handelsblad. En toen zei hij: Ah, Handelsblad is hier. Met zo'n Duits-Amerikaans accent. Je voelde, met, als je met hem sprak, dan had je contact met de geschiedenis. Maar de geur van omstredenheid is, heeft hem nooit verlaten. Nee. Op hoge leeftijd werd hij ook nog met spandoeken bejegend... in het Amerikaanse congres. Um, omstreden uh, man, ook ja. geliefd en ook wel gehaat. Ja, en dus een, een grote rol gespeeld in verschillende oorlogen ook. Ja, zowel in de Koude Oorlog als ook in de Vietnamoorlog, maar later dus ook, hè, dat is wat meer omstreden ook. Zo net werd uh, de bombardementen uh, Cambodja genoemd. Maar ook zijn bemoeienissen met uh, wisselingen van de macht in Zuid-Amerika, onder andere Allende-regime. Hij ja. was van oorsprong Duitser. Hè. Hij is geboren in Fürst, een plaatsje bij Nuremberg. Maar moest met zijn ouders vluchten in 1938 omdat hij Joods is. Uh, en is toen helemaal in dat Amerikaanse establishment terechtgekomen. Maar hij had nog wel een speciaal gevoel naar Duitsland. Daar kwam ja. hij ook vaak. En hij was ook eerder lid van de voetbalvereniging Bayern München. En dat koesterde hij ook sterk, want hij werd regelmatig uitgenodigd en dan ging hij ook naar voetbalwedstrijden toe. Een man dus de, en die Putin. dus op meerdere vlakken de wereldgeschiedenis ingaat. Ja, ja, hij ging ook nog naar Poetin en is dit jaar nog naar Xi geweest. Iedereen wilde toch nog met hem praten. Heb we, hebben we iemand die in de hedendaagse tijd, zeg maar, zo is zoals nee. hij? Nee. nee, niet van deze statuur. Nee? Nee, nee absoluut niet. Nee, nee, hij had ook een succesvol commercieel bedrijf. Uh, Kissinger Associates dat hand en span verleent aan allerlei bedrijven en ook regeringen om hmm. geopolitiek advies te geven. Nou, de